Vanuit Uithoorn varen we vandaag verder naar het zuiden. We gaan via Vrouwenakker, de Tolhuissluizen en over de Drecht. Bij Bilderdam blijkt dat het niet echt handig is als ik pal voor de neus van de schipper zit te filmen. We overnachten bij het Braasemermeer, een van die mooie Hollandse plassen. Maar voordat we beginnen aan onze tocht, stellen we ons eerst nog even kort voor. Dit is onze boot, een Saint-Tropez cabin cruiser, van ruim 9 meter lang, 80 centimeter diep en zo'n 2 meter hoog. En dit zijn wij. Pieter is als echte Fries zo'n beetje opgegroeid met water. Ik ben Marieke en ik vertel heel graag verhalen. Voor de tijd van de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders. We varen door heel Nederland, het liefst naar plekken waar we nog nooit zijn geweest. Dat lijkt me wel eens leuk voor de verandering. Nederland is zo mooi vanaf het water. We willen dat graag met iedereen delen. Vaar vandaag met ons mee over Amstel, Drecht en Oude Wetering naar het Braasemermeer. We beginnen onze vaartocht in Uithoorn. 1 sluis en 5 bruggen komen we tegen onderweg. De laagste vaste brug is 3,15 meter. Deze boog herinnert aan de Lange Brug, een markante klapbrug die rond 1940 werd gesloopt, waar sommige mensen nog steeds om treuren. Ernaast staat de markante herberg Het Rechthuis, met een geschiedenis van sterke verhalen over moorden en steekpartijen, spoken en historische ontmoetingen. In dit gebied ligt een ring van forten en batterijen, de Stelling van Amsterdam, een stadsmuur van water, om bij een aanval de hoofdstad te kunnen verdedigen. We zijn er al een paar voorbij gevaren, Fort Waver-Amstel bij Nessersluis, Fort Amstelhoek bij Uithoorn en zo meteen komen we langs het fort aan de Drecht. Hey, als je nou wil filmen, dan moet je nu komen. Ik kom eraan, even mijn schoenen aan. Jammer, er is door al die bomen niks van dat fort te zien. Gelukkig zijn er ook foto's van. De brug bij Vrouwenakker is niet zomaar een brug. De ontwerpers lieten zich inspireren door een bidsprinkhaan en wonnen daarmee de prestigieuze Dutch Design Award. De Amstel heet hier eigenlijk Amstel-Drechtkanaal, gegraven door onze kanalenkoning Willem I. Om deze oude scheepvaartroute tussen Amsterdam en Gouda beter bevaarbaar te maken. Ook de tolhuissluizen werden aangelegd door de kanalenkoning om een veilig alternatief te bieden voor het gevaarlijke Haarlemmermeer. Het kanaal splitst zich hier in Aarkanaal en Drecht. Wij gaan stuurboord uit, over dit veenriviertje de Drecht, dwars door het Groene Hart, de Hollands-Utrechtse laagvlakte. Een veenweidegebied met grasland. Doorsneden door rechte sloten met kleine dorpjes en smalle dijken. Bilderdam is zo'n klein schilderachtig dorp, gelegen op de grens van Noord- en Zuid-Holland. Met een bruggetje waar nog jarenlang tol werd geheven en met een eeuwenoud huis waarvan naar verluidt de muren een meter dik zijn. En deze mooie woning, waar we stiekem best een beetje jaloers op zijn. Tijdens het filmen ga ik per ongeluk voor Pieters neus zitten, die daardoor het rode licht niet ziet. Stop. Ik denk dat hij het niet gezien heeft. Ik denk dat ik er net voor zat. Beetje dom. Langs dit stukje Drecht, tussen Bilderdam en Leimuiden, ligt het buurtschap Friesekoop, genoemd naar Friese kolonisten die al eeuwen geleden hier het veen ontgonnen. De naam komt terug in dit gedicht. Al eeuwenlang bieden Friesekoop en Heerenweg, zwijgend, sterk, hooggelegen, zicht op groen rijk polderland. Het gedicht gaat nog even verder,
De titel ervan staat hier op de brug. Met dank aan onze Facebook-vrienden. Want anders waren we nooit achter de herkomst van deze tekst gekomen. De Drecht mondt uit in Oude Wetering, een plaats die ontstond als gevolg van veenwinning langs het kanaal de Wetering. Het loopt tussen de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en het Braassemermeer. Ooit waren hier talloze scheepswerven te vinden, zeilmakerijen, cafés en winkels. Daarvan is weinig meer over. In dit leuke pandje zit tegenwoordig een klokkenmaker. Even verderop beoefent zijn zoon het trotse vak van edelsmid. Een zaak die weinig meer te maken heeft met scheepvaart. Maar natuurlijk wel aantrekkelijk is voor de watersporters. Die volop worden aangetrokken door de Hollandse plassen. Zoals dit prachtige Braassemermeer, ooit die meren van Rinsaterwald genoemd. Show me what it's like to be circling among the clouds. Geen veenplas, maar een echt natuurlijk meer dat steeds groter werd. Dankzij het water dat werd weggepompt uit de omliggende polders. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling. We leggen aan bij jachthaven De Braassem, met zicht op de schepen die hier dwars door het meer tussen Alphen aan de Rijn en de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder varen. Until you save me, until you set me free. En kunnen we een beetje de omgeving verkennen. Welk dorpje is dat dan? Het was niet zo'n lange tocht vandaag. Een kilometer of 16, een uur of 2 varen. Morgen gaan we verder. Naar Kevereiland in de Kagerplassen. We gaan niet rechtstreeks naar Kevereiland. Nee, we maken even een omweggetje. Waar langs, ik heb geen flauw idee. Ja, wel, Leiden. Die video kun je hier bekijken. En laat ons weten welke route we niet mogen missen dit jaar. Dat kan hieronder, in de comments. Bedankt voor het kijken. En misschien tot ziens op het water.